En dan nu? Ze slopen me wel, ze slopen me niet. Hallo kijkers. Het vertrouwen in wethouder Hanny Kunst is bij een aantal mensen in deze stad de afgelopen weken verder afgenomen, zo niet helemaal weggevaagd. Na de toezegging 2 weken geleden dat er over de herbestemming van verpleeghuis Margriet nog eens verder doorgepraat moest worden in de gemeenteraad, kwamen de dag na de toezegging de slopers al in actie om de voorgevel onherstelbaar te beschadigen en daarmee de weg vrij te maken voor Hanny Kunst om te zeggen de afgelopen week in de gemeenteraad, tja, niks meer aan te doen. Die schijnheiligheid is stuitend. Waarom ik dit zo sterk kan zeggen, dat ze willens en wetens dit laat gebeuren, is omdat ik elke dag langs de sloop van de panden van de honing fiets. En daar zijn ze nagenoeg op hetzelfde moment begonnen met slopen. Alleen doen ze het hier op een verantwoorde manier. Margriet kreeg met opzet wat deuken en dat lieten ze zo liggen. De honing wordt duidelijk economischer en praktischer uit elkaar gehaald en zichtbaar gesorteerd, in containers gedaan, klaar voor de recycling. Margriet is al 14 dagen een onveranderde puinhoop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Ze slopen me wel, ze slopen me niet. Ze slopen me wel, ze slopen Margriet. Ze slopen me wel, ze slopen me niet. Ze slopen me wel, ze slopen Margriet.